De jonge jaren van Jezus. Dit is Jezus, de redder van de wereld. Hij werd geboren in een stal in Bethlehem. Hallo. Kort na zijn geboorte namen Maria en Jozef de kleine Jezus mee naar de tempel in Jeruzalem. Kijk, dat is Jezus. Eenmaal bij de tempel aangekomen was daar een oude man die Simeon heette. Ja, dat is hem. Simeon was een eerlijke man die veel van God hield. Mag ik? God had hem verteld dat hij nog voor zijn dood Jezus de Messias zou zien. Het wachten is voorbij. U heeft de redder van de wereld aan mij laten zien. Maar er was ook een oude vrouw genaamd Anna. Niet te geloven. Toen ze het babytje Jezus in de handen van Simeon zag, begon ze meteen God te danken. En aan iedereen vertelde ze dat de redder van de mensen eindelijk geboren was. Maria en Jozef gingen weer toen naar huis in Nazareth. In dit kleine stadje in het noorden van Israël groeide Jezus op. Jozef en Maria kregen nog meer kinderen. Ze werden de broertjes en zusjes van Jezus. Een van zijn broers was Jacobus. Hij zal Jezus zijn leven lang volgen. Jacobus, kom mee. Jezus, wacht. Hoi Johannes. Hoi Jezus. Johannes was een neef van Jezus. Men zou hem later Johannes de Doper noemen. Hoi mam. Jezus was een Joods jongetje. En zijn ouders leerden hem dan ook de Joodse manier van leven. Elk jaar vierden ze zo ook het Joodse paasfeest in Jeruzalem. En dit keer mocht Jezus voor het eerst mee. Omdat hij 12 jaar was geworden. Toen het feest was afgelopen, keerden Jozef en Maria weer naar huis. Maar... Jezus! Jezus! Heb jij hem gezien? Nee! Ze kregen ineens door dat Jezus niet was meegekomen. Nergens. Kom mee. Heeft u ergens mijn zoon gezien? Ik heb niks gezien. Jezus! Jezus! Daar ook niet. Jezus. Ze zochten overal, maar konden hem nergens vinden. Maar... En dat is waarom God van jullie houdt. Eindelijk vonden ze de kleine Jezus in de tempel. Waarom heb je dit gedaan? We hebben je overal gezocht. Waarom zochten jullie mij? Weten jullie niet dat ik in mijn vaders huis moet zijn? Tot ziens. Tot ziens, kleine man. Jezus leerde van Jozef het vak van timmeren. Nee, maar na. Oké. Oh, wauw. Maar Jezus leerde ook steeds meer over zijn hemelse vader. En nam alles wat geschreven stond in de boeken goed in zich op. Totdat hij er klaar voor was om de Messias te worden. Beloofde redder voor het volk Israël en ook de hele wereld.